Dag dames en heren, het was grijs vandaag met ook af en toe wat lichte regen. Wel vanavond en vannacht komt daar weinig verandering in. Nog steeds overwegend grijs weer met af en toe ook een beetje licht gedruppel. De minima zijn ook aan de zachte kant. We hebben een 5 tot lokaal zelfs 8 graden in het uiterste westen van België. Dus weer een zachte nacht vannacht. Ja, en morgen zien we dat daar in eerste instantie weinig verandering in komt. Nog steeds veel bewolking met regen. Meeste neerslag is voor het noordoosten van Nederland. Alsook voor de Ardennen. In het westen valt er een beetje minder regen. En dan na de middag kunnen er zich enkele opklaringen voordoen hier in het noordwesten van Nederland. Nu, daar zal ook een fors windveld komen te staan op de Waddeneilanden. En aan de Noord-Hollandse en de Friese kust verwachten we toch windstoten tot een 70, 80. Er zullen zelfs uitschieters mogelijk zijn tot 90 km per uur morgen namiddag. En dan nog even de temperaturen. Wel, we halen een graad of 10 in het uiterste westen. Dat is de maximale waarde. En de andere regio's zitten tussen een 8 en 9 graden in. En dan op vrijdag, op maandag liever. Ja, excuseer, nieuwe werkweek. We gaan eraan beginnen. Toch een veel bewolking hoor. Waar het af en toe wat lichte regen valt. Er zijn ruimtes voor eventueel wat zon. Maar die zijn beperkt. En in de Ardennen kan de neerslag opnieuw een winters karakter krijgen. Bij een 4 tot 7 graden. Op dinsdag wordt het dan zowaar nog eens volledig droog. Jawel, met droog weer dus. En een mix van wolken en opklaringen. Meeste zon zou voorlopig voor België zijn. Maar dat kunnen we inderdaad pas later bevestigen. Een 3 tot 8 graden. En op woensdag zou de bewolking dan opnieuw toenemen. Met ook kansen op hier en daar een bui of wat lichte regen. Maar het blijft nog steeds meestal droog bij een 4 tot 9 graden. En daarna zou het toch een beetje veranderen. Namelijk, depressies zouden meer en meer greep krijgen op ons weer. En we zouden dus kunnen te maken krijgen met winterse buien. En iets frisser weer met een 3 tot 4 graden. Maar uiteraard, ook dit vraagt nog steeds om bevestiging. Ziezo, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, maak er nog een heel gezellige zaterdagavond van. Vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog te geven op deze video en een reactie achter te laten onder deze video. En dan zie ik u heel graag woensdag terug voor een nieuw videoweerbericht. Heel graag tot dan. Dag.